Gisteravond was ik in Reetmeulen, waar ik ook de zomerfeesten heb mogen openen. En het verschil tussen Reetmeulen en Hupsel is dat ze in Reetmeulen juist niet over politiek praten. En hier doen ze het wel. En in Reetmeulen heb ik juist de neugers opgeroepen om dat in het vervolg wel te doen, want zij hadden mij in het geheim laten weten, het is een grapje, dames en heren, dat zij Leefbaar Reetmeulen gaan oprichten. En dat lijkt me een leuke, spannende ontwikkeling voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En ik zou eigenlijk aan Henny willen vragen, die hier mij nu voor de derde keer het vuur aan de schenen legt, om nou volgend jaar gewoon op de lijst te komen van een politieke partij, misschien bij de neugers van Reetmeulen. Dan hoef ik mij iedere keer niet met lood in de schoenen naar Hupsel te laten gaan om hier de feesten te openen en om allerlei lastige vragen te beantwoorden. Maar Henny, ik laat graag aan jou over. Ik zie nog een aantal mensen die dat best zouden kunnen, Theo. Je hebt nu wat meer tijd, je bent net bij de brandweer, dus ik roep ook jou op. Denk eens aan de belangen van Hupsel en wellicht aan het zijn van volksvertegenwoordiger. Goed, dames en heren, fijn om hier te zijn. Ik kom direct terug op het vogelschieten op het feest, maar er zijn een aantal vragen gesteld waar ik natuurlijk niet aan voorbij kan gaan om in ieder geval enig antwoord te geven. De N18. Ik ben in ieder geval blij, Henny, om te horen dat een aantal dingen waar we het vorige keer over gehad hebben, dat die toch zijn ingevuld. Dat ze er nog lang niet zijn, dat weet ik. Ik heb zojuist, want ik was een uurtje te vroeg hier, dus ik ben weer even teruggegaan naar Eiberg. Ik ben binnendoor hier naartoe gekomen om 8:30. Ik ben teruggegaan naar Eiberg, ben over de N18 hier naartoe gekomen en heb dat korte afslagje genomen, wat inderdaad best een beetje gevaarlijk was, maar dat had te maken met het feit dat er een paard en wagen voor mij reed, waar toevallig de koning en de koningin in zaten. En toen was echt even link, ik maak er geen grapjes over, maar toen was echt even link, omdat het een hele korte invoegstrook is. En ik zeg zeker toe dat ik daar de wethouder nog even straks over aan zijn jasje zal trekken, maar hou er rekening mee, u weet dat allemaal. Het is een rijksweg met provinciaal belang, dus het is niet zo 1, 2, 3 opgelost. We weten allemaal dat het hartstikke spannend is wat er nu gaat gebeuren de komende tijd. Wat wel heel belangrijk is voor de gemeente Berkelland, dat er nu echt een keer echt wat gaat gebeuren met die actie. Want het heeft nu veel te lang geduurd. En toen minister Eurlings hier was, een half jaar geleden, toen zei hij ook, toen was hij best geschrokken van de statuur van deze weg. En toen heeft hij ook gezegd, daar moeten we absoluut wat aan gaan doen. En onze hoop is er nog steeds op gevestigd dat het ook gaat gebeuren. Maar het is een proces waar veel partijen een rol in spelen. Niet alleen Hupsels Belang, ook de gemeente Berkelland, de provincie, de aanwonenden en niet in de laatste plaats de grote geldschieter, het Rijk. Eerst tweede vraag, die had te maken met handhaving. Dat is een vraag die ik met enige regelmaat krijg. Dames en heren, laten we er geen doekjes om winden. We hebben een rechtvaardig handhaafbeleid in de gemeente Berkelland. Dat betekent dat u precies weet wat u wel en wat u niet mag. Als u iets doet wat u niet mag, dan krijgt u een tikje op de vinger. En wij beginnen dan altijd met een telefoontje of met een briefje van meneer of mevrouw, u hebt iets gedaan wat niet mag. Meestal is dat een aanbouw waar geen vergunningje voor is, of een aanbouw die iets groter is, ietsjes groter meneer, dan mocht. En ja, daar moeten we tegen optreden, want als we dat niet gaan doen, dan krijgen we toestanden waarvan we snel zijn, dat willen we ook niet. Maar we doen het rechtvaardig, doch streng. En waar nou vaak de pijn zit, dat is dat als wij op een gegeven moment een keer met elkaar gesproken hebben, een telefoontje, of we hebben te maken met, zoals dat heet, de notoren dwarsligger, die krijgt gewoon een brief met een vooraankondiging van een dwangsom. Dat wil zeggen, hij krijgt die dwangsom, hij krijgt alleen een vooraankondiging. En daar staat inderdaad dat beroerde bedrag, een paar vele duizend euro's. Dan schrikken ze zich helemaal te pletten. Maar ze vergeten dat ze iets gedaan hebben wat niet kan. En wat niet mag, dat hebben we elkaar afgesproken. In redelijkheid behandelen wij alles, ook handhaafzaken. Maar we zijn wel recht door zee. En u moet weten waar we met elkaar aan toe zijn. En dat doen we dan ook. Dan de 60 kilometer, 80 kilometer. Ja, dames en heren, dat doen wij, hoe dat precies zit met Oost- en West-Hupsel, dat moet ik even uitzoeken. Dat is natuurlijk een curieus gebeuren, om nog maar niet te spreken over die vleermuizenvangst hier. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik vind het trouwens buitengewoon laf
om die ontzettend leuke beestjes met een net te gaan vangen, want ze komen er volgens mij nauwelijks levend uit. Maar het gebeurt voor het eerst, vind ik heel, heel raar, en het lijkt mij geen daad van dierenbescherming om dat er op deze wijze te doen. Goed, dat gezegd zijn de 60 en 80 kilometer. Kijk, laat ik beginnen met een wat trieste constatering. Ik mag hier op 1 september 4 jaar burgemeester zijn. En in dit prachtige gebied, u zult het geloven of niet, dames en heren, heb ik in de 4 jaar dat ik hier werk 23 verkeersdoden in gehad. Alleen in Berkeland. 23. En dan heb ik nog niet over die vele slachtoffers. En dat is extreem hoog. En we weten met z'n allen, het is hier mooi. En we hebben een heel, daardoor ook een bijzonder wegennet. En dat wegennet, ik zeg altijd, zijn verharde kerkersporen, maar daar moeten we wel rekening mee houden als we erop zitten. En tegen die achtergrond moet de gemeente op een gegeven moment maatregelen nemen om die veiligheid te vergroten. En een van die maatregelen is toch snelheidsbeperkingen. Er wordt heel verschillend over gedacht. Er zijn mensen die dat nou willen zeggen, doe dat nou helemaal niet. Want als je het gewoon niet doet, dan gedragen de mensen zich ook veilig. Zet daar wel eens een keer mijn vraag tegen bij. Het is een politieke discussie. En die nog niet is afgelopen. En dan eindig ik in ieder geval dit onderdeel van mijn reactie op waar ik mee begonnen ben. Henny, ga nou in de gemeenteraad zitten, samen met Theo. Ga de belangen van Hupsel volgend jaar behartigen. En dan hoef je het niet hier in deze tent te hebben. Dan hoort de discussie plaats waar die ook thuis hoort. Dat is in de gemeenteraad en in de gemeenteraadzaal van Berkeland. Goed, dames en heren. Wij zijn hier ook gekomen om te gaan vogelschieten. Appie de Koning en Maria Zeele Koningin. Die gaan weer strijden om te kijken of ze kroontjes... Hebben hier geen kroontjes hier? Ja toch? Ja, nou, wel een heel bescheiden kroontjes, hè. God, wat dit er nou aan toe. Ze gaan kijken of ze de sheriff kunnen behouden. Er was net één, dat viel me wel wat op. Ik was hier nog niet binnen, want er was één van u, kijk hem nu niet aan. Die zei, kunnen we niet binnen schieten? Ik zei, wat een flauwe hap. Ze zijn hier in het platteland met allemaal boeren, buitenlui en tuiners om je heen. En dan zeggen ze met een beetje regen, laten we buiten naar binnen gaan schieten.